Elke week bij Privé beoordelen we de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en wie ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week waren we bij het Kika Gala in Hotels van Oranje in Noordwijk. We beginnen met Inge de Bruin. Je houdt ervan of niet, maar de jurk van Inge is zeker een statement. Het vraagt altijd om lef om verschillende prints door elkaar heen te dragen en dit keer is ze daar goed in geslaagd. 3,5 glaasje. De rode armband van Manuela Kemp doet het hem. In combinatie met de turquoise ring geeft ze haar zwarte galajurk een goede draai. Frits Hoefnagel ziet er klassiek uit in zijn smoking. 3,5 glaasje. Het simpele cocktailjurkje van Caroline de Bruin is misschien iets wat eenvoudig voor zo'n gala, maar gelukkig heeft ze een stralende persoonlijkheid. Ook stylist Pieter van Loon straalt in zijn klassieke smoking met helaas iets te lange pijpen. 3 glaasjes. Knap dat Marijke Helwegen op haar leeftijd, 62, nog weg kan komen met een paarse strapless avondjapon. Maar ze doet het. Leuk speels accent is het gouden handtasje en bij echtgenoot Harry de grotere maar zeer modische strik. 4 glaasjes. In vol ornaat topt prins Anton Esterhazy de Galanta eigenlijk alle andere mannen op dit gala. Gelukkig laat mevrouw hem door haar eenvoudige zwarte jurk alle ruimte om te stralen. 4,5 glaasje. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.